jachtseizoen wordt mede mogelijk gemaakt door Samsung. Mag ik even een stukje met je meerijden? Ik zie hem! Hij staat te zwaaien! Oh, daar rijden ze, shit. Thomas, rijd door, verdomme lul! Giel, Thomas en Stefan openen iedere week de jacht op een nieuwe uitdager. Daar staat ze! Daar staat de contract op de raad! Wie blijft er uit handen van Stuk TV? Dit is het jachtseizoen. Zitten. Zo, meneer Van den Heuvel. Ik denk dat u ons kan winnen. Dat denk ik wel, ja. Luister, wij openen zo meteen de deuren van jouw cel. En dan mag je beginnen aan jouw ontsnappingspoging. Je krijgt van ons 20 minuten voorsprong. En daarna komen wij meteen in actie. Je krijgt van ons ook een GPS-tracker mee. En die stuurt om de 10 minuten jouw locatie door. Lukt het jou om langer dan 4 uur uit onze handen te blijven? Staken wij de jacht en ben je op vrije voeten. Want lukt dat je niet, dan ga je direct terug de cel in. Is dat duidelijk? Dat is duidelijk, ja. Mooi. Giel brengt je nu terug naar je cel. Als je raak op deze knop druk, begint het spel. Vandaag worden de boys van Stuk TV uitgedaagd door presentator en verslaggever John van den Heuvel. Deze razende reporter weet alles over de misdaad in Nederland. John kennen we natuurlijk van zijn programma's Vermoord in het Buitenland en Ontvoerd. En hij is regelmatig als expert te gast bij RTL Boulevard of Late Night. Deze voormalige rechercheur weet vast als geen ander hoe hij zich als boef moet gedragen. We starten vanuit Prison Island in de kartfabriek in Utrecht. Na de ontsnapping uit zijn cel krijgt John 4 uur lang de kans om uit handen te blijven van Giel, Thomas en Stefan. John van den Heuvel, ja, wat ja. Kunnen we van deze man verwachten? Hij weet natuurlijk hoe wij te werk gaan. Dus ja. Daar kan hij heel goed misbruik van maken. En John die heeft zich met wat hulp sterk voorbereid. Goed met mijn zoons overlegd. Die zijn een groot fan van het programma en die hebben allerlei plannen bedacht. Ik heb nog nooit eerder echt een misdaadjournalist gehad. Deze man heeft veel boeven opgepakt en wij moeten vandaag hem pakken. Dus dat kan echt heel erg lastig gaan worden. Team Stuk wordt wel geholpen door de GPS-tracker, die iedere 10 minuten John zijn locatie doorgeeft. En ook voor een oud rechercheur is dat een uitdaging. Ik voel wel een lichte spanning nu de rollen een beetje zijn omgedraaid. Ik kan me nu ook wel een beetje gaan voorstellen hoe iemand zich voelt die inderdaad daadwerkelijk in de gevangenis zit en een ontsnapping aan het voorbereiden is. John krijgt na zijn ontsnapping 20 minuten voorsprong. En dan mag Team Stuk de jacht openen. Ze beschikken over een snelle bus, vol high-tech equipment, communicatiemiddelen en een drone. John van den Heuvel beschikt over niets. Hij heeft ook geen geld of telefoon op zak. Jongens, ik weet dat jullie er heel erg op gebrand zijn om mij te pakken. Ik heb teleurstellend nieuws voor je. Ik denk dat ik zo'n briljant plan heb dat ik gewoon die 4 uur ga volmaken. Maar doe vooral je best. Team Stuk heeft al laten zien geen genade te hebben bij overmoedige boeven. Dus John kan zich maar beter aan alle regels houden. Hij mag nergens naar binnen gaan, met uitzondering van openbare gebouwen. En hij mag niet langer dan 20 minuten achter elkaar in hetzelfde voertuig zitten. Maar dat mag volgens John geen enkel probleem opleveren. En ik denk dat ik ook vanaf sommige plekjes wel eventjes naar jullie zal zwaaien. Deze misdaadsverslaggever mag op de vlucht. En zal nu snel moeten regelen dat hij deze locatie weet te verlaten. Oké. Gas. Dat hadden we niet zien aankomen. Ook John heeft voorbereidingen getroffen. En deze helper rijdt hem zo ver mogelijk hier vandaan. Oh, dit duurt te lang. Wat is er aan de hand? Geduld, John. Het is maar een rood stoplicht, hè? Ik heb natuurlijk een plannetje bedacht. En ik heb eventjes mijn zoon en een goede vriend van mijn zoon bereid gevonden om in ieder geval het eerste stukje op weg te helpen. Kijk, straks als we verder zijn, dan zal ik het allemaal zelf moeten doen. Maar ik moest eerst natuurlijk bij die gevangenis weg en bij het industrieterrein. En wij gaan nu richting Almere om daar te kijken of we een boot kunnen krijgen. En na 10 minuten met het gaspedaal vol open, is John al aardig op weg. Dit is wel een gunstig punt volgens mij, want als ze me hier echt op dit punt krijgen, dan weten ze niet of we richting Breda gaan of richting Almere. De eerste GPS-locatie is verstuurd. Maar Team Stuk zal nog 10 minuten op de startlocatie moeten wachten voordat ze de jacht mogen openen. Ik ben ontzettend benieuwd waar John is.
Hij zit op de ring van Utrecht. Oké, dus hij is hier al weg. Ja, hij heeft al echt supersnel een auto geregeld en hij zit op de ring. Ja. Maar zijn locatie is al precies op een kruispunt. Dus oké, top. Ik weet nu nog echt geen idee waar je naartoe gaat. Nou, laten we rustig aan de bus gaan en de volgende locatie afwachten. Ja, nog 10 minuten voordat jullie los mogen, boys. En ik zou maar vast in de startblokken gaan staan, want John rijdt met een moordend tempo naar Almere. Ik krijg hier weer een signaal. Dus even kijken wat hebben wij nu afgelegd. Heel veel kilometers volgens mij. We begonnen volgens mij op 60. Dus we hebben al zeker 35 kilometer afgelegd. Oké. Okay. Nou, dat is goed. Team Stuk begint dus met een achterstand van zo'n 35 kilometer. Giel, Thomas en Stefan springen snel in de bus om de jacht te openen. Hij zit bij Almere, richting Almere. Richting Almere, gas erop. Ik mag wel rijden. Ja, ik mag nu rijden. Go. Hey, we mogen beginnen. Schrik niet. Nee, wel. 30 minuten voorsprong. Het kan niet zo zijn dat je zo snel daar is. Nee, kan niet, nee. Oh, dus ook John overtreedt regel. Ja, John doet er alles aan om voor jullie te winnen, boys. Ja, rechtdoor zetten, maar rechts over de kruising aan de rechterkant. Hey, bedankt hè. Dankjewel. En hier op de afrit springt hij in de auto van zijn volgende helper. Zijn eigen zoon. Nou, top, Dion. John's voorsprong loopt enorm op. Maar Team Stuk heeft eerst belangrijkere dingen te doen. Oh, kijk dan, lekker wijf. Ga even naast rijden. Kom dan. Even een foto maken voor mijn plakboek. Oh. Jongens, het is een lesauto. Die kunnen we niet zomaar afleiden. Oh. Straks rijdt ze zo de berm in. Hallo. Lekker moppie hoor. Goed, back to business boys. Want John is een geduchte tegenstander. Je moet niet vergeten dat hij dus vroeger gewoon echt bij de politie zat. Ja, maar heeft hij dan een hoop politievriendjes, denk je? Ah, de politie, dat zijn mijn beste vrienden. Dat zijn mijn beste vrienden, die doen niks. Hoop ik. Inmiddels rijden John en zijn helpers Flevoland binnen. Oh, hij gaat weer. Oh, hij zit in Almere. In Almere? Nee, hij zit in Almere. Zo snel? Ja, man. En terwijl Team Stuk nog niet eens Utrecht heeft verlaten, komt John aan bij een jachthaven. Waar hij hoopt zijn volgende vervoersmiddel te kunnen regelen. Dan is het alleen wel te hopen dat hij hier een beetje een geschikt vaartuig te vinden is. Shit, alleen maar zeilboten. John is op zoek naar een snelle boot. En zijn cameraman wijst hem op iets met hopelijk voldoende pk's. Jongens. Helle buiten brand. Ja, kunnen jullie mij een kleine dienst bewijzen? Waar moet je heen dan? Ja. Naar Volendam of Enkhuizen of maakt niet uit. Horen. Dan moet ik een belletje even. Ja? Team Stuk probeert te raden wat John van plan is. Thomas, gokje. Ja. Zometeen. Ja. Welke kant gaat John op? Ik gok richting Lelystad. Ja, nee, dat ga ik zeggen. Oh. Dan moet jij het anders zeggen. Ik denk dat hij een boot pakt in Lelystad. Bijna goed, To. John staat op de haven van Almere, dus niet Lelystad. En probeert een overtocht te regelen. Je mag maximaal 20 minuten varen. Serieus gas geven. Ja. Ik denk dat we dat net redden. En al snel wordt duidelijk wat onze boef nou van plan is. Krijgen ze weer een piep. Nu komen ze met volle kracht hier naartoe. Dus. Hij zit al op het water! Hij staat op de stijger! Hoezo staat hij op de stijger? Hij gaat het IJsselmeer op, man! John vindt dat het maar lang duurt. Nou, waar blijven ze? Oh! Ja. Hij is daar gewoon nog steeds. Hij is gewoon die boot aan het klaarmaken. Hij is geen meter verschoven. Hij is aan het wachten. De boot is geregeld, die ligt klaar. Volgens mij een hele snelle boot. Daar moet ik een heel stuk mee komen, het IJsselmeer over. Ja, nu is het gewoon even lekker wachten tot ze aankomen. En onze misdaadverslaggever maakt van de gelegenheid gebruik om een val te zetten voor Team Stuk. Dat jij ze mee in de boot neemt. Ja. Dan gooi ik de accu uit. Ja, dat vind ik een goed plan. Ja, ik vind het echt kut om te zeggen, maar ik denk dat jullie alvast moeten kijken naar opties waar we eventueel een snelle speedboot kunnen regelen. Kijk, ze kunnen zo meteen twee dingen doen. Of ze gaan met de auto toch verder en dan wachten ze misschien hier waar ik uiteindelijk land en dan moeten ze helemaal om het IJsselmeer heen via de dijk Enkhuizen-Lelystad of Lelystad-Enkhuizen. Dan komen ze aan de andere kant of via Amsterdam. Nou, dat is minimaal 3 kwartier tot 50 minuten rijden als het niet meer is. Of ze gaan met die boot mee en dan liggen ze straks over 10 minuten hier op het IJsselmeer te dobberen. Ik hoop eerlijk gezegd op het laatst.
Ja, we krijgen nu een locatie binnen een paar seconden. Zou hier even wachten? Kunnen we hier ergens wachten? Ja hoor, als hij nog steeds er staat, dan rijd ik erheen hoor, dan moet hij weg. John is inmiddels al een uur op de vlucht. Hij staat daar nog steeds, hij staat ons uit te dagen. Ja, dan moeten we erheen, anders blijft hij daar staan. We moeten erheen. Rijden maar naartoe. 9 kilometer afstand. Dus dat betekent, als ze gemiddeld 60 kilometer per uur rijdt, dat ze hier over een minuut of 10, 9 zijn. Maar het mooie is wel, ik zie zelf een grote afstand aankomen daar. Daar is die haven, ouwe. Zie je? Daar stond hij. Er varen geen boten weg. Nog niet. Maar ja. Team Stuk komt steeds dichterbij. Maar John is niet van plan om zich hier te laten pakken. Ik kan je één ding vertellen, die ziet ons van de verste verte al aankomen. Maar misschien als ik dicht achter deze blijf. Volgens mij komt daar een busje aan, achter die cementauto. Ze komen eraan! Holy fucking shit, daar staat hij gewoon, ouwe. Oh ja, nee. Ik zie hem ook, ik zag hem ook, ja. Hij staat te zwaaien! Hij daagt ons uit! Hij staat te zwaaien! Hij staat ons uit te zwaaien. Go, klim over het hek heen. Ja. Ik rij om. Shit! Ze komen eraan, jongens. Hier is een beetje dat we nog wel oogcontact hebben. Ik wil ze eventjes hartelijk groeten natuurlijk. Jongens, hij staat hier voor mijn neus. Godsamme. Hij zit al op het water hier. Nee! Jongens! Je speelt met ons! Nee! Ik pak je! Waar blijf je nou? Wacht maar, jongen. Ik pak je wel. Geniet nog maar even. Hij zit gewoon op een speedboat. Adios! Oké, jongens, terug. Let's go! Geniet er nog maar van! Hoe lang het duurt! Ik zeg, vamos. En John die scheurt vol gas het water op. Hij gaat naar de overkant van het IJsselmeer. Zo. Hij denkt dat wij natuurlijk zo rijden. Dus wat doet hij als hij daar is? Dan gaat hij omhoog. Rijden we naar Volendam? Ja, welke kant is dat op links? Terug. Schrik niet. 3 kwartier rijden. De boys moeten dus een enorm stuk omrijden. En John denkt hiermee een goede voorsprong op te bouwen. Bij de aankomen heb ik een gat geslagen van 1,5 uur. Nou John, omdat Team Stuk al precies in de goede richting is vertrokken, is de afstand toch iets kleiner dan je denkt. 40 minuten. Team Stuk is machteloos en kan niets anders dan zo snel mogelijk in de juiste richting te rijden. Nou, precies. Precies op het goede moment. We zijn bij Volendam. Dus mooi, ready. John groet nog even zijn Volendamse vriend. En staat vervolgens te popelen om weer aan wal te gaan. Want deze overtocht heeft zijn tol wel geëist. Het is wel steenkoud. Ik wil niet zeiken, maar... Jezus. Oh, hij zit al in Volendam. Niet waar. Hij is dat water overgestoken. John van de Heuvel meert inmiddels aan in de haven van Volendam. Maar die wordt begroet door de havenmeester. Alles goed? Nou, een beetje koud. Maar voor de rest gaat het goed. Kan jij iets voor me regelen of niet? Fietsen. Nee, eigenlijk wel iets snellers. Waar moet je heen? Richting Afsluitdijk. Ik wil zo snel mogelijk hier weg, dorp uit. Wil je mijn auto kopen? Nou, als je mij 20 minuten even hier verderop kan brengen, dan zou je me echt heel erg helpen. Hoppatee. Geen probleem hoor, hier in Volendam. Hij zit nog in Volendam, hè? Hij zit nog in Volendam, man. Hij zit echt fucking dichtbij. Het aanmeren en overstappen op zijn nieuwe lift heeft John best wel wat onnodige tijd gekost. Terwijl Team Stuk vol gas heeft kunnen doorrijden. John's voorsprong is een stuk minder groot dan hij op dit moment waarschijnlijk denkt. Hij begeeft zich wel in een moeilijk gebied nu, hoor. Weinig auto's, weinig verkeer. Weinig heuvels. Jezus, gast. Goed, en bedankt Thomas. Let nou maar even goed op de nieuwe locatie, want het wordt nog spannend. Oosthuizen. Ja, hij is naar boven. Naar boven. Ja, hij is naar boven. Draai weer terug, die weg pakken. Ja. Hij zit gewoon deze weg. Maar ook John krijgt inmiddels een update wat betreft de afstand. 4 kilometer. Achter je? Hé? Nou, dat kan niet. Dan zijn ze denk ik toch met de boot zijn ze toch over. Hé? John snapt er niets van, maar hij zal toch echt zijn strategie moeten gaan wijzigen. Gelukkig voor hem heeft Team Stuk last van wat oponthoud. Nee! Waarom nu dan? Nee! Fucking trein! Zelfs als je niet met de trein gaat, heb je alsnog vertraging. Onze boef laat zich bij het eerste grote tankstation wat hij tegenkomt afzetten. En probeert meteen een nieuwe lift te regelen. Meneer, mag u wat vragen? Team Stuk kan inmiddels weer doorrijden. Hoeveel massa heeft John van de Heuvel? Massa! Anders hadden wij gewoon daar gepakt. Ik zweer het. Gaat u toevallig in de richting van de Afsluitdijk of niet? Ja. Mag ik met u meerijden, een klein stukje, 20 minuutjes? Ik ben met de glasauto. Ja, kan dat? Ja, nee. Zit je achter de boef? Nee, ze zit achter mij aan. Nee.
Hij staat bij een tankstation. Dat meen je? Ja, dit is echt 3 minuten rijden. Ja, let's go. John kan helaas niet met deze vriendelijke werkers mee rijden. Ja, dan ga ik zelf verder zoeken. Meneer, zou ik met u een klein stukje mee kunnen rijden misschien? Ik ga terug. Nee, daar heb ik niks aan. Terwijl John moeite heeft om een nieuwe lift te scoren, passeert Team Stuk aan de overkant van de weg het tankstation. Daar staat hij dus, daar staat hij. Waar dus. Staat hij? Bij die SO, daar. Oh, shit. Ik ga kijken of ik hem nog zie. En John is nog steeds niet vertrokken. Oh shit, ik zie hem! Hij staat daar! Let's go, let's go! Maar kan ik niet in de achterbak? Tuurlijk, geen probleem. Lekker comfortabel ook. Ja, ik zit. Dit is helemaal top, want ze zien ook niet zitten. Maar Team Stuk was niet van plan om ook maar iemand te laten passeren. Ik ga gewoon de hele fucking weg blokkeren, Ali. Ja, heel goed. Top. Oké, zet hem hier neer. Al die uitstekken, niemand eruit. Ja, hier komt niemand meer uit, hoor. En terwijl de boys de uitrit van de McDonald's blokkeren, checkt Giel de laatste GPS-locatie nog eens goed. Hij stond bij die benzinepomp eigenlijk, hè? Kut, dan is hij die andere uitrit eruit gegaan. Ja, dat klopt. John is achterin een bestelwagen ongezien van deze locatie vertrokken. En daarmee ternauwernood ontsnapt aan Team Stuk. Dus nou, we stoppen nu bij een benzinepomp. Weer. Na 10 minuten. Dus ik ga proberen hier weer ander vervoer te regelen. Maar het gaat nu niet helemaal weer lekker, vind ik. Oké, dat is omhoog. Dat is omhoog. Team Stuk gaat weer in de achtervolging. Als John op het tankstation verderop weer van voertuig moet wisselen. Zou ik misschien een klein stukje met u mogen meerijden? Nee, niet echt. Oh, wat vervelend. Hij staat weer bij het tankstation. Hier rechts. Mag ik wat vragen? En gelukkig, nog voor Team Stuk op deze locatie is, heeft John alweer een nieuwe lift te pakken. Nou, maar die toont al daar, nou, daar moet hij staan. Ja, ik moet hier wel iets geks gaan doen eigenlijk, om ze een beetje af te schudden. De boys proberen hier al het verkeer goed in de gaten te houden. Wat zit er in die vrachtwagen? En wat zit er in die rode auto? Oh, daar rijden ze, shit. De rode auto, ook niet hierachter. Oh, fuck, ik kon het niet zien, ouwe. John is door het oog van de naald gekropen. Zagen ze wat? Dat weet ik niet. Giel en Stefan gaan bij het tankstation waar de GPS voor het laatst is afgegaan, vragen of iemand hem heeft gezien. Even wachten, dat is echt top. Ik denk dus dat hij die gelukt. Heeft u John van de Heuvel gezien? Ja. In welke auto is hij gestapt? Dat was een mevrouw, met een hoofddoekje. Hoe lang is dat geleden? Dat is echt net, hè? Ja. Oh, is hier net geweest. Maar zij moest dus, zij heeft getankt. Oh. Ja, dan heeft hij een rit van 20 minuten weer. Klopt, Stefan. John zit weer aan een kwartier veilig in een auto. En wordt daarna weer afgezet bij het tankstation waar hij een half uur geleden ook al is geweest. Ja, top. Dankjewel. Ja, wat is nu even wijsheid? Voor Team Stuk hoeft John voor heel even niet bang te zijn. Gast, gaat er niet pissen nu? Ik zit midden in de spanning. Gaat meneer pissen? We hebben een nieuwe locatie. Ja. Wat is er? We hebben een nieuwe locatie, hij is weer terug. Terug waarheen? Naar die tankstation waar wij hem zagen staan. Dat meen je niet. John is weer op weg, maar hij merkt dat het lastig is om snel aan een nieuwe lift te komen. En besluit een ander plan te trekken. Dus wat ik nu ga proberen is gewoon een trein te pakken. En hoop dat ik een beetje mazzel heb dat er snel een trein gaat. Een beetje mazzel hebben we. Team Stuk begint de omgeving inmiddels te herkennen. We rijden dit stuk voor de derde keer. Hier rechts dan? Ja. Dat snap ik. John wordt afgezet op het station van Hoorn. In de hoop de stoptrein richting Amsterdam nog te kunnen halen. Succes! Ja, dankjewel. Maar onze boef heeft geen geld. En kan ook niet het perron oplopen. Oh shit. In die poortjes. Shit. Misschien dat het bij de bus wel lukt. Mag ik met jou een stukje meerijden of niet? Ja, ik wil het niet vertrekken. Wat moet je? Ja, maakt niet uit. Dus waar ga je dan heen? Naar Den Helder. Ja, dat is prima. En zo ruilt onze boef de snelste bolides en speedboten in voor het streekvervoer. Hij is bij het treinstation. Zie je? Trein, hij zit dan op een spoor. Check jij trein, ik doe een afgas in Hoorn. John zal nog even geduld moeten hebben voordat deze bus vertrekt. Ze hebben net de piep gezien, station Hoorn. Dan denken ze, nou die gozer stapt in de bus of in de trein naar Enkhuizen of naar Amsterdam. Maar die verwachten nooit dat ik in de bus stap. En dat heeft John inderdaad goed gezien. Hij zit in deze trein, 100% zeker. Maar waar gaat hij heen? Oh, maar kan niet. Het is op dat moment weer gewaard en dat is allebei deze kant op. Wat als hij niet in de trein zit, Steve? Dan voeren we meteen zijn adres in en ga ik heel hard huilen in het hoekje van deze bus. Nou, we rijden op de A7 richting Ouwekerk in een bus. Vol met fans van Stuk TV, toch jongens? Allemaal fans, hè? Oké. Of ik ga doorrijden met de bus of ik stap uit en probeer toch een auto te pakken. Het grote voordeel is ook wel dat nu mijn vierde uur is ingegaan. Dus de eindstreep begint te naderen. Alleen ja, de heren krijgen nu om de 5 minuten krijgen ze een signaal
waar ik zit. En de heren zitten er op dit moment compleet naast. Verdomme! Dit meen je niet! Ja, man! Hij heeft gewoon een piepje laten afgaan op het draaistation, ouwe. Oh, wij zijn ook zo dom, hè. En John die vindt de afstand die hij net op zijn smartwatch heeft ontvangen best wel goed nieuws. Het was 4 kilometer, of het is nu 7 kilometer. Dus we gaan uitlopen. Oh shit, hij is een heel klein dorpje in Midwoud. Ja, maar hier zal John toch echt weer een nieuw vervoersmiddel moeten zoeken. Even naar die benzinepomp, snel. Hallo. Hallo. Zou ik misschien een kwartiertje met u mee kunnen rijden? Nee, dankjewel. Nee, kan dat? Eventjes heel kort? Nee, dankjewel. Oké, dankjewel. Wat een klote plek. Holy shit! Daar, Oranje, daar loopt ie! Daar loopt ie! Ja, nee, rustig, dat is hem. Dat is hem niet. Ja, dat is hem, rustig. Nee, rustig. Ja, dat is hem wel. Ja, dat is hem wel. Rustig, je gaat hier rechts staan. Eerst rechts, we willen niet opvallen. Ja, dat is hem. Dat is hem niet. Nee, dat is hem niet. Wel, hoezo niet? Wacht even, kijk maar. Hij zit op een fiets. Hij gaat John van Heugen niet op de fiets zitten. Nou, op dit moment is John niet zo kieskeurig. Oké, dan zou hij hier in het centrum kunnen zijn. Moet ik hier rechtdoor? Ja, doe maar. Mag ik even een stukje met je meerijden? Geen nieuwe locatie meer. Boys, let nou op! Stap in. Ze rijden voorbij. Dan komt er weer een nieuwe GPS-locatie binnen. Nou, wacht, hij is hier heel dicht in de buurt. Ja, hij is hier. Rust. Ze staan hier bij de benzinepomp nu. Je wordt achtervolgd. Ja. 60 meter! 60 meter! Oh, meter. Dan ga ik uitstappen. Zien ze hem ook niet? Hier is hij. Nee, hier moet hij zijn, ja. Nog een half uur moet ik wegblijven. Meneer, waar is de brugstraat? Weet u dat? Ja, nu op. Dit is de brugstraat! De boys checken de hele omgeving, maar geen spoor van John van de Heuvel. Hebben jullie hem gezien in oranje pak? Hebben jullie iemand gezien in oranje pak? Nee, maar wie zoeken jullie dan? Ja, iemand in oranje pak. Hey, dankjewel hè. Ja hoor. Super hè. John probeert snel over te stappen op deze vuilniswagen. Giel, Thomas en Stefan springen weer in de wagen om de nieuwe locatie te bekijken. Moet die links? Links. Links en dan zijn we er al. Hier links hè. Check die tractor even. Ja, hier, deze weg moet je blokkeren. Hier rechts is hij geweest. Oh, daar komen ze aan. Bukken. De boys zien de vuilniswagen en blokkeren de straat. Laat deze niet door, hoor. Je laat deze niet door, hoor, vriend. Shit. Hallo. Ja, hij zit erin. Hij zit erin. Ja. Hij zit er niet op. Het is klaar. Ja! Klojo's! Ja! Ongelooflijk! Yes! Ongelooflijk! Yes! Oh shit! Ja! Kijk jongens! Godverdomme! Ik vind het heel knap! Jongens, haal die grijns van je gezicht! Ik had het niet verwacht jongens, maar we hebben hem toch! Oh shit zeg! En net, ik denk als ik twee tellen verder was geweest en dan was ik nog met deze jongens van de vuilniswagen, was ik nog in Alkmaar terechtgekomen, had ik gewonnen. Oh, dit was echt een close call. Ik heb gezegd van tevoren, ik ga die 4 uur halen. Daar was ik eigenlijk ook wel een beetje van overtuigd. Goed, maar we hebben er weer eentje. Maar jullie hebben het spel echt heel goed gespeeld. Ik heb diep respect voor jullie. Dus wat dat gaat, mogen jullie zo bij me komen werken. Bij deze aangenomen. Helaas, het is John van den Heuvel niet gelukt om 4 uur lang uit handen te blijven van Giel, Thomas en Stefan. Tijdens het laatste uur zaten de boys hem te dicht op de hielen. En na 3 uur en 26 minuten konden ze deze misdaadjournalist in de boeien slaan. Hij noteert daarmee de 5e positie op onze jachtseizoenranglijst. Yo, heb jij de jachtseizoen-app al gedownload? Nog niet? Ga dat dan nu meteen even doen. Ja, want wij vinden het echt moeilijk tof als jullie allemaal massaal met ons mee gaan spelen. En iedereen die de app speelt maakt ook nog eens kans op andere jachtseizoen gear. En die moet je eigenlijk wel hebben als je het goed wil spelen. Weet jij te ontsnappen? Jachtseizoen wordt mede mogelijk gemaakt door Samsung.